spannende dag vandaag. De ontknoping van de voorronde. Maar liefst 11 teams zijn kriskras door Nederland onderweg om de laatste halve finalisten bekend te maken. Zelf sta ik op dit moment in Gouda en het team staat ook al ter plaatse om de eerste halve finalisten, voor ons dan in ieder geval vandaag, te gaan feliciteren. Laat de surprise show maar beginnen. Ik zie al die mensen kijken, wat doen die mensen in die nette pakken hier? Hey, goedemorgen. We komen goed nieuws brengen. Ja, dat is helemaal fantastisch. Nick Nielsen. Ah, goeiedag, Remco van Eens. En volgens mij allemaal bekende gezichten om je heen. Jazeker. Hey. Gefeliciteerd, jongen. Ja, dankjewel. Met de overhoopleiding binnen ons cluster. Fantastisch. Als beste van de rest. Dus, best van de rest. Ja, fantastisch. Nou, dan wil ik toevoegen vanuit de achtste plaats, de tweede plaats en de derde plaats. En na de verbouwing uiteindelijk nu een voorkomen terechte plaats in de halve finale. Dus, fantastisch. Super gedaan. Ja, ja. Geweldig. Ja. Mannen. En vrouwen. Ja, dat wil ik even weten. Had je dit verwacht? Ja, wel een klein beetje inderdaad, ja. Ja, en gehoopt in ieder geval, laten we dat zeggen. Dames, mag ik jullie feliciteren? Jullie zitten in de halve finale. Woehoe! Mag ik u even feliciteren? Dankjewel. U zit in de halve finale. Oké, dankjewel. Super. Hey. 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 Mooi. Ja, wederom iemand blij maken. Het is ook wel een mooie dag natuurlijk. Hè? We mogen gewoon alleen maar mensen blij maken. Paul Vreeswijk. Dag meneer Vreeswijk. Dag beste jongen. Hoe is het? Heeft u enig idee waarom wij hier zijn? Ik heb zo'n heel donkerbruin vermoeden, ja. Dat we een rondje verder mogen. Jullie mogen net het Nederlands elftal. Ja, ja, nou daar heb ik een beetje aan gedacht. Ik heb officieel goed nieuws, maar daar is het bewijs. Kort bedankt. Alsjeblieft. Ja. Cor heeft de check in handen. De prijs, waar je lang op gewacht hebt. Ja, drie keer in de derde plaats. Drie keer derde, ja. En toch door naar de volgende ronde. Nou, het is helemaal een felicitatie waard voor iedereen die hier werkt. Attentie, attentie, u bent officieel doorgedrongen tot de halve finale in de verkiezing Beste Pluswinkel van Nederland! Gefeliciteerd! Ja, dankjewel hè. Hebben jullie het goede nieuws al gehoord? We hebben het net gehoord, ja. Ja, officieel in de halve finale? Ja, ja, prima. En wat is dan even de reactie? Nou, yeah. Dank u wel. Het is een halve finalist. Ja, ik heb het gehoord. Is het een beetje terecht, mevrouw? Ja, helemaal. Ja, bent u tevreden hier? Ja hoor, het moet echt eerst worden. Eerst moet ze worden. Eerst moet ze worden? Ja, ja. Ben je blij? Ja, hartstikke. Het is een mooie opsteken, toch? Ja, zeker weten. Op naar de beste. Mooie dag vandaag. Het is altijd leuk om mensen blij te maken en dat ook nog door het hele land heen. Nou, alle halve finalisten zijn bekend en ik was overigens niet de enige die vanochtend vroeg in de auto is gestapt. 11 teams maar liefst zijn kriskras door Nederland heen gegaan. En ik moet eerlijk zeggen, het was wel een vermoeiende dag. Het was extra vroeg. Het is toch ook spannend hoe mensen gaan reageren. Nou, die teams die ga ik zo zien, maar voordat dat zover is, eerst even een momentje voor mezelf. Weet je waar ik zin in heb? In een heerlijk ijskoud biertje. Ja. Hey. Wie bent u en hoe weet u wat ik denk? Ik ben ziener, ik ben waarzegger, ik weet gewoon wat u denkt. Door die bol? Door die bol. Kunt u er nog meer uithalen? Er zit veel meer in. Wat meer dan dat u denkt. Uw missie is nog niet compleet. Er zijn namelijk nog 10 winnaars. Nou, dan heb ik ook nieuws voor u. Zou ik een nieuwe bol kopen? Oké. Nog niet compleet. Nog 10 winnaars. Hartstikke compleet. Ik heb inderdaad zin in een ijskoud biertje, dus op naar Zeist. Bent u Nick Nielsen? Ja. Dan heb ik hier een envelop voor u. Is dit toch vandaag allemaal? Lijst met 10 wildcard. Dat zal het er niet. Wacht even. Ja, Nick? Jullie staan al op het terras. Ik zou maar weer in de auto gaan zitten. Nou ja, er was hier net een man met een baard en een bril en een glazen bol. En toen... Nee, ik bedoel dat we nog niet klaar zijn. Ik heb hier een lijst met 10 wildcards die nog weggegeven moeten worden. Afgesproken. Stap ik ook in de auto. Tot zo. En we dachten toch echt dat we klaar waren.
waren vandaag en alle halve finalisten bekend zijn. Niets is minder waar. We hebben nog een aantal wildcards te vergeven. Laten we daar allemaal heel snel mee gaan beginnen. We zijn in Roelof Arendsveen. Toch leuk, want deze mensen verwachten gewoon niet meer dat wij hier vandaag binnenkomen. Goedemorgen. Alles goed met u? Jazeker. Wat leuk dat je hier verschijnt zomaar op een donderdagmiddag. Ja, ik hoop dat het een aangename verrassing is. Ja, John, even van harte. Ja. Met deze wildcard. We zijn erg trots dat jij met je team van mensen deze wildcard verdient. En ik denk een terechte wildcard voor jullie bedrijf. Ja. Ja, hartstikke bang. Dames en heren, u zit in de halve finale van de verkiezing Beste Plus van Nederland. Ja, kijk, als je twee keer tweede wordt en het gaat om honderdste punten deze week, moet ik dan iedere keer ook uitleggen. Ja, maar we hebben het zo goed gedaan. Maar nee jongens, het gaat om de laatste details, hè. Dit is een bevestiging en laat het ook een stimulans zijn richting de finale dat u het inderdaad erg goed gedaan heeft. Ja, maar nu gaan we voor het echt goed, zou ik maar zeggen. Heel veel succes. Dankjewel. Mag ik jullie beiden feliciteren? Dat mag altijd. U bent met de hakken over de sloot, maar geheel verdiend de halve finale binnengetreden. Yes! Mooi, de eerste wildcard winnaar is bekend. In Roelof Arendsveen is men erg blij. Maar waar is men nog meer blij? Dit zijn de andere 9 wildcard winnaars. Een lange, maar mooie dag komt bijna ten einde. Vanochtend vroeg zijn 11 teams in de auto gestapt, kriskras door Nederland, om heel veel mensen blij te maken. Hoe was het vandaag? Ja, inmiddels zijn er 70 halve finalisten bekend en gaan we op voor de finale. Maar als je dan een van die 10 finalisten bent, dan krijg je een geweldig feest. Maar hoe komt dat feest eruit te zien? Misschien is het mooi om deze dag te eindigen met de bekendmaking van het thema van het feest wat 18 april 2015 op de agenda staat. Ik ga 2 heren vragen om me daarbij te helpen. Ivo? Ja? Erik? Kom met me mee. Daar ligt als het goed is een schaar, Erik. Ja. En aan die kant ook, Ivo. 1, 2, 3! Ja, het was een hele mooie dag. 70 halve finalisten zijn bekend en die halve finalisten nogmaals van harte gefeliciteerd. Het thema is bekendgemaakt. 18 april 2015, save the date. De 10 finalisten krijgen een waanzinnig feest met het thema plus festival. Je kunt de toekomst laten voorspellen, mooie ballonnen laten maken, geweldige muzikale optredens, lekker eten, circus. Kortom, dit feest mag je niet missen. Alle halve finalisten heel veel succes, op naar de finale.